Zal ik er even een papiertje om doen? Sta je daar verhit bij de kassa omdat het eindelijk is gelukt een toepasselijk cadeautje voor je vriendin uit te kiezen, stijgt uit de rij achter je een binnensmonds gegrom op, want inpakken kost tijd. De kassière vouwt, zich van geen haast bewust, het walgelijke bedrijfsinpakpapier om het geweldige cadeautje dat je net hebt gekocht. En die letters van de firma schreeuw je tegemoet. En als je pech hebt, staat ook de overtrokken bedrijfsslogan er nog 34 keer op. Nee, dan maar zelf inpakken. Zo'n rol vrolijk bedrukt papier kost immers weinig. Een paar gekleurde linten erbij, daar kun je dan misschien wel zelf een roosje van vouwen met behulp van een YouTube-filmpje. Hartstikke creatief. Maar dat lukt natuurlijk niet. En voor kerst zit je weer zwetend 14 cadeautjes in te pakken met 3 verschillende soorten papier. Want anders oogt het zo saai, dacht je nog. Nou, saai is het nu niet, maar wel een rotklus. De vorm van een heleboel objecten in de wereld leent zich nou eenmaal niet voor het gelijkmatig omhullen met cadeaupapier. Het omkrullen van de linten met een scherpe schaars. Elke keer weer een flirt met een potentiële slagaderlijke bloeding. Waarom zou je die moeite doen? Om dat papier er zo snel mogelijk weer af te laten trekken door de feestvierder. Die zich natuurlijk ernstig voorneemt om dat oude papier te hergebruiken. Waarna het achter in een la belandt om daar vervolgens eeuwig te blijven liggen. Zonde! Je kunt natuurlijk ook gaan rommelen met oude kranten en een herfstig takje uit het gemeenteperk. Maar je kunt er ook gewoon mee ophouden. Ik heb aan je gedacht, hier heb je mijn cadeau. Rechtstreeks in zijn blootje uit jouw tas in de handen van de gelukkige ontvanger. Ook beter voor het milieu.